op het CWI nu onderzoek naar real-time scanning. En daarmee probeer je het maken van de beelden met de scanner en het uitrekenen van de beelden allemaal in een hele korte tijd te laten plaatsvinden. Wat mij betreft getuigt het feit dat het FlexRay Lab juist hier op het CWI komt van veel lef vanuit het instituut. De komst van deze scanner is voor de Computational Imaging Groep heel belangrijk. Het betekent dat wij op één plek nu theorie en praktijk bij elkaar kunnen brengen en zo de relevantie van wat we doen aan algoritmes enorm kunnen vergroten. Tegelijkertijd zitten we hier met veel wiskundigen en informatici die het best een beetje eng vinden om nu ineens te gaan scannen. Ik denk dat met de combinatie van alle expertises die er in de groep zitten, dat we dat goed kunnen doen en zo wiskunde, informatica en natuurkunde kunnen combineren. Ik zie deze ontwikkeling van real-time tomografie die we hier doen als een eerste stap in een veel groter concept, namelijk de 3D-digitalisering van alles om ons heen. Dit apparaat is heel dynamisch en adaptief, dus je kunt al tijdens de scan binnenin kijken en als je dan iets interessants ziet, dan kun je het scanproces algoritmisch bijsturen en dan kan de scanner bijvoorbeeld inzoomen op een gebied wat juist heel interessant is en daarmee nieuwe informatie toevoegen aan de scan. In de praktijk kun je bijvoorbeeld denken aan kwaliteitscontrole in de industrie. Je hebt vaak grote objecten en daarin ben je op zoek naar kleine dingen, bijvoorbeeld scheurtjes. Als je nou met een eerste scan ziet dat er wat verdachte plekjes zijn, dan kun je al tijdens dat scanproces kun je bijsturen en zo de scheurtjes in beeld krijgen op hoge resolutie en precies zien wat er misgaat. Het hebben van een eigen scanlab hier op het CWI is voor mij een lang gekoesterde droom. Als wiskundige en informaticus valt het niet mee om zoiets voor elkaar te krijgen, want de mening is toch dat wij ons moeten houden aan computerprogramma's en pen en papier en verder moeten blijven van die experimentele kant. Ik ben van mening dat de onderzoeker van de toekomst juist in staat moet zijn om al die aspecten met elkaar te combineren en dat we daar de vernieuwing gaan krijgen. En dat we dat hier hebben kunnen realiseren, daar ben ik trots op. Als CWI doen wij fundamenteel onderzoek, maar tegelijkertijd staan we met twee benen in de maatschappij. We werken hier in het FlexRay Lab samen met twee jonge spin-off bedrijven. En ik denk dat dat een heel mooi aspect is van de publiek-private samenwerking die de overheid en in het bijzonder onze staatssecretaris Sander Dekker ook voor ogen heeft. En wat dat betreft denk ik dat het heel gepast is dat juist hij dit lab kan komen openen, omdat dit een toonbeeld is van zo'n gewenste samenwerking.